Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat goed dat je kijkt naar deze nieuwe kop video. Wat? Slotmok. Oh ja, wacht. Bijna vergeten. YouTube die blokkeert dus tegenwoordig. Hoe ga ik het dan zeggen? Kom. PLOT video's. Maar misschien kun je nog wel herinneren dat ik een serie had waarin ik de diepste, donkerste geheimen van het internet met jullie besprak. Die serie waarin ik dingen besprak waarvan je hoofd gewoon ontplofte. Jullie vonden dat hartstikke leuk. Ik vond dat hartstikke leuk. Maar YouTube vond dat minder leuk. YouTube heeft besloten om dit soort video's te blokkeren en zeg maar ze nooit meer aan te bevelen. Snap ik ook wel als mensen daardoor zendmasten in de brand gaan steken. Maar ik krijg nog steeds dagelijks berichtjes van jullie of ik alsjeblieft deze serie weer kan laten terugkomen. Dus ik heb zoiets ontzettend slims bedacht. Ik dacht, ik vervang het woord gewoon voor iets anders. Dus welkom bij deze allereerste aflevering van Bizarre Geheimen. Even een applaus voor deze slimme move van mij. Dankjewel, dankjewel. Oh, ga zitten. Veel te aardig. We gaan het dus vandaag weer ouderwets hebben over de meest bizarre geheimen die rondcirculeren op het internet en die misschien wel waar zijn. En vandaag heb ik bizarre dingen over onder andere geheime boodschappen in TikTok-video's. Hoe je een moordenaar kunt herkennen. Slimme speakers die nog slimmer blijken te zijn dan je denkt. Wat? Ik heb echte beelden van UFO's. We gaan het over Disney hebben en nog veel meer. Maar voordat we beginnen om deze video goed in het YouTube-algoritme te krijgen, is het belangrijker dan ooit om deze video nu een duimpje omhoog te geven. Want dan kan ik zien of het op deze manier wel of niet werkt. Zo testen we soort van zelf ook een YouTube-complot. Dus geef even die video een duimpje omhoog. Laat ze gewoon met z'n allen. Ik weet dat we dit kunnen. 30.000 duimpjes proberen te verzamelen op deze video. Dus druk even op dat blauwe duimpje. En abonneer je natuurlijk op mijn kanaal, want we zijn hard op weg naar 750.000 abonnees. Ik denk dat het nu elk moment gaat gebeuren. Dus druk er eventjes op. En dan gaan we nu beginnen. En we beginnen even met een soort van warming upje, een kort ding. Iets wat me toevallig zelf heel erg opviel. Afgelopen week heeft SpaceX namelijk de allereerste commerciële ruimteschip gelanceerd. En er zijn superveel mensen op het internet die beweren dat deze hele lancering nep was. Maar hey, dat is echt een video apart. Wat mij vooral opviel is dit beeld. Ik maak me namelijk veel meer druk over Trump die staat toe te kijken hier, maar is hij wel echt? Kijk maar goed, het lijkt toch net een pop als je goed kijkt. Hij beweegt niet, het lijkt een beetje, ja, dat vind ik lullig om te zeggen, maar het haar heeft een beetje een soort pruikstructuur. Het is helemaal niet aardig, straks is het wel zijn echte haar. Maar, ik weet niet, wat denk jij? Is dit echt Trump of is dit van de achterkant gefilmd een pop? Om soort van een nog epischer shot te maken van deze lancering om Amerika supermachtig te laten lijken. Wat denk jij? Laat het even weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er zelf nog niet uit namelijk. Als je mij dat hebt laten weten, dan gaan we nu echt beginnen met het eerste bizarre geheim. Oké, dit is zo ontzettend raar. Ik ga je nu iets vertellen. Als je het eenmaal weet, dan weet je het. Dat is logisch. Maar dan ga je naar heel veel dingen heel anders kijken. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb de afgelopen tijd door het vele thuisblijven heel Netflix uitgespeeld. Ik heb daarnaast ook nog een abonnement op Videoland genomen, op Disney+ en Apple TV+. Maar door wat ik je nu ga vertellen, zul jij bij heel veel films en series kunnen voorspellen hoe het gaat aflopen. Heel veel films en series zijn gebaseerd op het echte leven. Je ziet echte mensen in deze tijd hun leven leven. En wat hebben die mensen? Die hebben natuurlijk vaak een telefoon en een computer of laptop. Maar is het je wel eens opgevallen dat heel veel van die telefoons, dat die allemaal toevallig van Apple zijn? Moet je maar eens opletten, het zijn super vaak iPhones, MacBooks, iMacs, iPads. En wat blijkt, je raadt het al, dit blijkt geen toeval te zijn, want Apple die geeft maar al te graag hun producten aan filmmakers om ze te gebruiken. Want ja, het is een super slimme manier van reclame maken. Zo zien miljoenen mensen hun producten in films en series voorbij komen. Dit is nog logisch, dit had je ook zelf nog kunnen bedenken, maar dit is het punt waar het echt gestoord wordt. Wat als ik je nu vertel dat de bad guy, de slechterik, nooit een iPhone heeft, nooit een MacBook heeft, nooit een product van Apple zal gebruiken. Wat blijkt? Apple is natuurlijk een miljardenbedrijf en zij willen niet geassocieerd worden met negativiteit. Ze willen niet dat op beeld een crimineel hun producten gebruikt of iemand die met een iPhone fraude pleegt of dat een moordenaar een iPhone heeft. Het is gewoon slecht voor hun imago, want onbewust koppel je dan die iPhone aan die moordenaar en dat is niet wat ze willen. Is dit een theorie? Dat was het, totdat er een regisseur uit de school klapte en het volgende zei. I don't know if I should say this or not. Apple, they let you use iPhones in movies. Bad guys cannot have iPhones on camera.
What? Het is gewoon bij deze bevestigd. Letterlijk zegt de regisseur dat hier afspraken over gemaakt worden. Stel je voor, je kijkt een film waarin het draait om wie is de moordenaar. Bij deze kun je dan vaak al een aantal mensen afstrepen, puur omdat ze gebruik maken van een iPhone. En het klopte ook nog eens een keertje. Bij de serie White Lines heb ik het nu al gecheckt. Ik ga verder niks verklappen, maar je zal het zelf zien. Oké, tijd voor de volgende. Het tweede bizarre geheim gaat over TikTok. En ik hoef je waarschijnlijk niet meer uit te leggen wat TikTok is. Wat is letterlijk afgelopen tijd nog populairder geworden dan dat het al was. Zelfs ik heb tegenwoordig een TikTok-account. Ik heet daar Rutger Vinkje. Ik heb al één TikTok. Even een applaus. Wat een dedication. Maar hey, er gebeuren ook hele rare dingen op TikTok. Die op het eerste oog misschien helemaal niet raar of mysterieus of eng lijken. Want als ik aan TikTok denk, dan denk ik ook al heel gauw aan al die bekende TikTok-dansjes. Zo heb je bijvoorbeeld... Ja, het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Maar ja, iedereen doet het. Maar wist je dat sommige van deze onschuldig uitziende dansjes hele heftige betekenissen hebben? Zo ging laatst het volgende dansje viral. Je ziet dat iedereen het een beetje bij elkaar ziet en iedereen doet het na. Maar wat ze waarschijnlijk niet doorhebben is dat dit specifieke dansje eigenlijk niet echt een dansje is. Want het zijn allemaal gebaren uit criminele bendes. Oftewel gang sign. Het zijn letterlijk gebaren om aan iemand anders door te geven van oké, we gaan hem nu neerknallen. Of ik knal je neer of weet ik veel wat. Een bedreiging naar iemand. En dat doen nu allemaal kinderen op TikTok. Wat? En ik zeg kinderen wereldwijd doen dit nu, maar het komt ook wel heel eng dichtbij. Want zelfs mijn eigen vriend Tobas heeft dit dus gedaan en hij had pas achteraf door wat het betekende wat hij deed. Sinds ik dit dus weet vertrouw ik geen één TikTok dansje meer. En ik deed hem net al, maar voor mijn gevoel is dit nu echt zoiets van nek eraf. Of hang hem op. Goed, ik ga hem binnenkort maar even uploaden, denk ik. Maar Enzo Knol heeft zover ik weet het populairste Nederlandse dansje gemaakt. En nu daag ik jou uit om de geheime boodschap in deze TikTok te ontdekken. Wat betekent zo dit en dit? Ik ben heel benieuwd wie de geheime boodschap in deze TikTok kan ontdekken. Gaan we naar de volgende. Misschien is het je wel eens opgevallen dat wanneer je tegen een spraakassistent praat op je telefoon of bij een slimme speaker, dat heel veel mensen harder gaan praten. Omdat je denkt dat het nodig is. Want zo goed kan die microfoon toch niet zijn? Hij luistert toch niet heel de dag naar me? Ik ben er laatst achter gekomen dat slimme speakers veel meer horen dan je zou denken. Wij hebben thuis een heel Sonos systeem. Onder tv hebben we een box. Daarachter aan de muur hebben we twee boxen. Het zijn wat oudere Sonos boxen, maar in de keuken hebben we er ook een hangen. En dit is de nieuwste die er is. En hier zit dus Google Assistant in. Oftewel, je kan de box opdrachten geven met je stem. Oké, Google. Speel Piratenradio af. Mijn favoriete zender. Goed, ik speel Piratenradio.nl. Oké, Google. Stop. Maar zoals je al merkt, heb jij dat ook? Dat je dan harder gaat praten? Ja, omdat ik hoop dat ze me duidelijk dan verstaat. Precies. Maar wat we laatst hebben gemerkt is heel erg eng. Dit is dus de enige speaker met microfoon die we hebben. We gaan nu een stuk hierheen. Helemaal het hoekje om. Op de bank zitten. Ik zit dus nu echt aan de andere kant van het huis. En moet je opletten. Ik zeg heel zachtjes. Oké, Coco. Wat? Dit was echt bizar. Hoorde je mij het zeggen? Ik zei oké, Google. Nee, dat hoor je niet. Letterlijk, alles wat je zegt wordt dus gehoord. Ik fluister het alleen maar. Dat is toch eng? Dat is heel creepy. Echt heel creepy. Moeten we dit wel willen? En het is dus de bedoeling dat je deze boxen door heel je huis plaatst. Want je kunt in de app aangeven waar staan deze boxen. Ik snap ineens, denk ik, waar al die reclames vandaan komen. Als je het hier ergens over hebt, dat hebben wij wel eens. En dan later zien we er een reclame van op het internet. Dit is toch te bizar voor woorden. Alright, voordat we doorgaan heb ik een korte boodschap van de sponsor van deze video, namelijk NordVPN. Ik heb al vaker aan jullie verteld en laten zien dat ik me soms best wel afgeluisterd voel op het internet. Het is zo bizar, dan heb je het ergens met iemand over, dan google je er niet naar, maar vervolgens zie je het ineens overal aanbevolen en zie je er overal advertenties van. Met NordVPN kun je ervoor zorgen dat jouw internetverkeer versleuteld wordt, oftewel beveiligd wordt en dat alles dus bij jou blijft.
Dat is niet alleen handig als je thuis bent, maar vooral ook als je in het openbaar ergens op een wifi gaat en je geen idee hebt wie er nog meer allemaal op dat moment met jou kan meekijken. Daarnaast kun je ook nog eens een keertje toegang krijgen tot de volledige bibliotheek van alle streamingsdiensten. Sommige films en series zijn namelijk gewoon niet in Nederland beschikbaar, maar je kunt met een druk op de knop zo je locatie veranderen naar bijvoorbeeld Amerika. En geloof me, er zijn veel meer films en series beschikbaar in Amerika. En die kun je dus allemaal gewoon zien terwijl je in Nederland bent. Maar andersom is het ook als je in het buitenland bent en je wil juist weer de Nederlandse dingen kijken, dan kan dat natuurlijk ook. Hierdoor heb je gewoon veel meer films en series tot je beschikking. Bescherm jezelf dus op het internet. Ga naar nordvpn.com/veurtje en gebruik de code veurtje voor 70% korting op de 3-jarige dienst. Dat is nordvpn.com/veurtje met de code veurtje. Shout-out naar NordVPN voor het sponsoren van deze video. En dan gaan we nu door naar het volgende geheim. Ik hoop dat je er klaar voor zit, want waar we nu naar gaan kijken is een van de meest bizarre dingen ooit. Je hebt wel eens van die UFO-filmpjes waarvan niet precies duidelijk is wie het nou heeft opgenomen. Of het misschien achteraf bewerkt is. Maar een tijdje geleden heeft het Amerikaanse leger niet één, niet twee, maar 3 video's vrijgegeven waarop UFO's te zien zijn. En bij UFO's denken heel veel mensen gelijk aan vliegende schotels en buitenaardse dingen. Dat zou inderdaad kunnen, maar het staat officieel voor Unidentified Flying Object, oftewel een onbekend vliegend object waarvan ze niet weten wat het is. Deze beelden zijn op zich niet nieuw, want ze stonden al een tijdje online, maar nu heeft het Amerikaanse leger dus officieel bevestigd dat de beelden echt zijn. Ik dacht eerst van ja, dit zal vast geëdit zijn, maar blijkbaar niet. Laten we ernaar gaan kijken en dan ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. That is it on us, dude. But if there's another thing, it's rotating. Wat is dit? Kijk hoe snel het ook gaat over de wolken heen. Dit lijkt echt een soort van vliegende schotel, UFO, weet ik veel wat. Zeker bij die eerste? Ik krijg gewoon kippenvel. Wat is dat? Letterlijk nogmaals, dit is nu vrijgegeven door het Amerikaanse leger. Zo van, misschien weten jullie wat het is. Dus mocht jij een idee hebben wat het is, laat het even weten in de reacties. Misschien was jij het wel, misschien was je aan het vliegeren, of weet ik veel wat. Met je drone aan het spelen. Zeg het eventjes, want de wereld is in paniek. Wat was dit? En ik ben ook heel erg benieuwd, geloof jij in buitenaards leven? Misschien moet ik daar eens een hele bizarre geheime video over maken. Doe even een duimpje omhoog als jullie dat willen. En dan nu het bizarre verhaal over Walt Disney. Waarschijnlijk hoef ik hier ook niet uit te leggen waarvan je Walt Disney misschien moet kennen, maar Walt Disney is in 1966 overleden aan de gevolgen van zijn ziekte. Walt mag het dan misschien niet meer zijn, maar zijn nalatenschap leeft natuurlijk voor altijd voort in Disney. Of volgens sommige mensen leeft Walt Disney nog steeds letterlijk voort. Walt Disney was een man die bekend stond om al zijn innovaties, zijn blik op de toekomst. Hij heeft er ook een heel gedeelte in Disney aan besteed. En heel veel mensen zeggen dat Walt Disney ervan overtuigd was dat ze hem in de toekomst zouden kunnen genezen. Het verhaal gaat dat hij is ingevroren en dat hij begraven ligt onder de Pirates of the Caribbean attractie in Disney Anaheim in Californië. En even een besefmoment, daar ben ik dus geweest. Hij zou er dus als het ware wachten tot de dag dat ze hem kunnen ontdooien en kunnen genezen. Dit gerucht ging echt al jaren. En zoals je weet is Disney ongeveer het grootste familievriendelijke merk wat er maar bestaat. En zo'n verhaal als dit, dat kan natuurlijk het merk behoorlijk veel schade toedoen. Ze zouden dit namelijk geheim willen houden. Maar ja, hoe hou je iets geheim in een tijd waar alles vindbaar is op het internet? Dus bedachten ze een plan al deze verhalen onderaan de Google zoekresultaten te krijgen. Want waar zou jij op zoeken als je meer informatie zou willen over Disney die zichzelf heeft ingevroren? Dan zoek je naar Disney Frozen. Wat? Mocht je even het punt missen, Disney's Frozen is heel toevallig een van de meest succesvolle films die Disney ooit heeft gemaakt, waar het internet letterlijk mee vol staat, waar ontelbaar veel merchandise van is, waar waarschijnlijk nog 100 delen van gaan uitkomen. En wat ik ook trouwens helemaal niet erg vind. Oftewel, de Frozen films zijn gemaakt als dekmantel om dit verhaal geheim te houden. Wat denken jullie? Is dit waar? Is dit niet waar? Laat het me alsjeblieft eventjes weten in de reacties, want ik weet het zelf gewoon niet meer. Ik vind het wel super tof om over dit soort dingen na te denken. En als jullie dat ook vonden, laat het me dan eventjes weten. Geef de video een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Druk op de rode knop hieronder. En als je dan toch bezig bent, druk even op het belletje. Je krijgt dan een notificatie als mijn nieuwe video online staat. Mocht je nou nog specifieke onderwerpen hebben waarvan je heel graag wilt dat ik ze de volgende keer bespreek, laat het dan ook eventjes weten in de reacties. En
dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En zie ik je gewoon volgende week donderdag weer om 4 uur 's middags met een nieuwe video. Maar tot die tijd, stay tuned. Doei doei!